Zo, dat was een fijne wandeling door de bossen. De Beetse zwaarste bossen. En nog één keer het jaar haalden wij onze trouwe Fiat uit de stalling. Eigenlijk mochten ze genieten van een welverdiende winterslaap. Maar speciaal voor deze video mochten ze nog één keer meedoen. Ik heb inmiddels mijn laars al aangetrokken. En u weet wat dat betekent. Het kan maar één ding betekenen. Welkom. Aan de rand van de Friese Wouden ligt het karaktervolle dorp Beetse Zwaag. En met ruim 3500 inwoners is Beetse Zwaag één van de grotere dorpen van de gemeente Opsteland. In de alombekende Hoofdstraat treft u prachtig historische panden aan. Deze panden zijn de stille getuigen van de adel die het dorp in de 18e en 19e eeuw bewoonde. Kom, we gaan snel die kant op. Vandaag de dag is Beetse Zwaag een springlevend dorp. De historische rijkdommen worden met hedendaagse aantrekkelijkheden gecombineerd. Galerijen, cafés, restaurants, winkels en eindeloos veel wandel- en fietsmogelijkheden in omliggende bossen en natuurgebieden. En natuurlijk mag de 18-holes golfbaan niet ontbreken, een van de mooiste golfbanen van Nederland. En ook deze keer weer op een fantastische plek, aan de rand van het dorp en een bos op steenworp afstand, ligt deze bungalow die deels in 2014 onder architectuur is verbouwd tot inmiddels een volwaardige villa. We zijn hier dan ook op een van de mooiste plekjes van Beetse Zwaag. En in de jaren 70 zijn hier een aantal kavels ingedeeld die inmiddels zijn omgetoverd met daarop villa's van formaat. Seizoenen zien komen en gaan, ik zeg het wel vaker, maar ook hier zit uw eerste rang. Uiteraard in volledige privacy en met deze fantastische tuin kan dat ook niet anders. Omzoomd door prachtige bomen, struiken en rhododendrons. En het perceel is maar liefst 2450 vierkante meter groot. Door deze prachtige verbouwing, waarbij ervoor gekozen is om de raampartijen helemaal van onder tot boven op te trekken, creëer je een ruimtelijk effect waarbij buiten naar binnen treedt. Maar niet alleen buiten is het volop genieten, ook binnen is het een feestje. Wat meteen opvalt wanneer je binnenkomt is het fijne lichtinval en de nog originele travertinvloer, een typisch kenmerk van de jaren 70. Ik vertelde net al dat deze van oorsprong gebouwde bungalow is omgetoverd tot luxe villa. In 2014 kwam architect Boren Stalenhoever aan te pas. Hierbij werd er een plan gecreëerd om oud en nieuw naadloos in elkaar over te laten gaan en dat de natuur en tuin onderdeel werd van het huis. Een onderdeel hiervan is deze fantastische woon- en leefkeuken. Voorzien van alle luxe die u maar kunt bedenken. En een vaatwasser die gaat zelfs open door twee keer te kloppen. Ook de slaapkamer met badkamer en suite is tijdens de verbouwing onder handen genomen. Zo is er vloerverwarming aanwezig, een dubbele regendouche, een sauna en een op maat gemaakt badkamermeubel. En de ruimte is maar liefst 40 vierkante meter groot. Er is nog zoveel meer te laten zien en te vertellen, maar dat laat ik u graag ervaren tijdens een bezichtiging. Zo zijn er nog minimaal 5 slaapkamers, een extra badkamer, een werkkamer en meer.
Ik denk dat ik u inmiddels wel enthousiast genoeg heb gemaakt. Tot de volgende keer.